Yo, YouTube, Scan hier. Welkom bij deze nieuwe video. Er is iemand mij gaan volgen. En dat is niet zomaar iemand. Dat is een moderator van ACID. Holy shit. Echt niet normaal. Dat is echt serieus. Opeens een paar dagen geleden volgde gewoon een Twitch moderator van ACID mij. Echt waar. En ja, want opeens had ik een nieuwe volger erbij. Ik dacht, ik ga ze op haar profiel klikken of zo. En opeens stond er, gevolgd door Van der Gunst, Nathan. Ik dacht, huh? Gewoon, ACID volgt haar gewoon en shit, hè. Er staat gewoon, gevolgd door Van der Gunst, Nathan. En toen stuurde ik zo. En toen stuurde ik zo van, yo, hoezo volgde je mij? En toen stuurde zij van, ah, ik zag je op YouTube. Ah, nice. En er staat bij mij dat ACID u volgt, stuurde ik. En toen stuurde zij, yes sir. Wee, yo, kent je hem of wat? En toen stuurde zij weer, ja. En toen stuurde ik, dik, hahaha, van waar kent je hem dan? Ik ben zijn Twitch mod, niks speciaals. Nou, ik zou het wel best speciaal vinden als ik een moderator van ACID was. Maar oké, toen stuurde ik van, hodé, nice. Boah, ja, die gaat niet meer zo vaak live op Twitch. Dat klopt ook. Die gaat nu echt vaker live op YouTube dan op Twitch, want 2 maanden geleden was hij nog live met het Royalistic toernooi. En volgens mij is hij op Twitch echt al een paar maanden niet meer live geweest. Denk ik, hè. En toen stuurde ik ze van, heb je die video al gezien toen ik een video over ACID had gemaakt? Want ik heb vaker zo video's over ACID gemaakt, van de situatie van hem en shit. En ook toen ik ACID reageerde op reactie en stuurde ook een foto. Dat was een prankvideo. Dus ik had die link gestuurd. Let me check. En toen stuurde ik dank u. Enge prank. Dus zij was er ook ingetrapt. Ja, zeker goede prank. Toen stuurde ik zo van, dat is wel ziek dat je contact met hem hebt. Want ik ben zieke fan van ACID. Stuurt je die soms nog? En toen stuurde zij, valt mee. Dus zij heeft gewoon contact met ACID. Echt insane. Dat is toch gewoon ziek. Holy shit. Dus ik hoop op een dag dat ACID gewoon mijn video's gaat zien. Dat zou zo vet zijn. Want zij kijkt ook mijn video's. De moderator van ACID. Let's go. Dus dankjewel daarvoor. En ja, holy shit. Ik heb er straks nog even geskate. Dus hier zijn wat skateclips en zo van in die route. Let's go. Gisteren was ik hier op het skatepark en ik probeerde een kickflip op en ik heb die een paar keer geland. Maar ik had mijn camera toen niet bij, maar nu heb ik hem wel bij. Dus nu kan ik lekker die kickflip op, even landen, opvullen. Let's go! Dit skatepark is de laatste tijd echt verlaten aan het worden. Niet normaal. Kijk, weer niemand. Oh mijn god, terwijl het zo mooi weer is. We gaan nu hier proberen een kickflip op te doen. Want deze curb is iets groter dan die daar. Dus, maar dat is een klein beetje groter. En die is wat dunner. Deze is veel breder, omdat daar een half pipe natuurlijk is. Maar laten we het gewoon proberen. Let's go! Oh, ik ben pas aan het skaten en mijn vinger is al in het bloeden. Kijk dan, holy shit. En mijn grip tape zit ook vol bloed nu. My young. Kijk. Oh mijn god. Oh, bijna. Let's go. Let's go, eindelijk. We hebben het geland. Holy shit. Ja, ja, dat waren de clips van daar straks. Echt nice. Holy shit. Oh mijn god. Gewoon een sikke kickflip op. Niet normaal. Mijn kickflips worden echt steeds beter. Ik pop die ook steeds hoger en shit. Dus dat is nice. Echt weer een leuke skate session. Maar ik heb niet heel lang geskate. Ik heb maar even geskate. Misschien 2 uurtjes in totaal of 3 uurtjes. Maar ik heb ook niet veel opgenomen of zo van het skaten. Ik heb gewoon een beetje relaxed, gewoon wat tricks gegooid en zo. En ja, voor de rest heb ik niet heel veel opgenomen toen ik was aan het skaten. Dus sorry daarvoor. Maar hopelijk vond je dit alsnog een leuke video.
Ik heb er echt van genoten. Dus vergeet niet te liken en te subben. We zitten bijna op 3000 abonnees. Dus sub gewoon, alsjeblieft. Gewoon effe. Dat zou echt nice zijn. Dus bedankt voor het kijken. En dan zeg ik zoals altijd weer, scannen out!